Hallo YouTube, dit is weer een nieuwe film van Tom en Wouter. En ik ga nou even een game spelen. Dat heet Run 2. Ik pak de renner. En ja. En je moet mijn spatje springen, zwaar. Nou heb ik level gehaald, ja, oké. Oké. Zo. Spring. Nope. Nee. Oh, shit. Gaat hij overnieuw. Spring ik. Zo. Weer compleet, ja, oké. Best, heb ik. Dan spring ik weer, spring ik. Oh, dan val ik. Oké. Deze levels zijn heel makkelijk en alles. Je kunt ook draaien en ik ga kijken tot hoe ver ik kom in dit filmpje. Ik heb nog geen echt camera, maar die ga ik wel sparen. En dan ga ik die kopen. En het is niet dat ik verslaafd ben aan het spelletje, omdat ik hem wel moeilijk vind, maar dat ik hem dan al zover heb gehaald. Het is pas level 3, maar het is nu al pittig, dus. Dus ik kon het beter ietsjes makkelijker maken voor de jongeren, zeg maar. Hoe maak je dit toch goed? Verder is dit een hartstikke leuk spel en alles, hè. Alleen, het is moeilijk, dat is het enige. We zijn nu al bij level 5 mensen, dus. Oh, ik had niet moeten springen. Waarom blijft dit alientje toch heel tijd rennen? Dat begrijp ik echt niet hoor. Ik ga hem denk ik niet echt halen. Dus ik ga beginnen met een ander spel. Even kijken. Zo. Nee, niet aanmelden. Ik wil niet aanmelden. Ik moet me hier in een flikker. Verder. Ik moet er waarschijnlijk even uitzoomen. Zo. Staat hij nu goed, hoop ik. Nu ga ik. Ja, er komt denk ik wel een beeld van. Ja. Die bedoel ik. Daar kom ik er zo meteen op wat het is. En nu ben ik erop gekomen wat het is. Het is een soort oorlogsspelletje. Het is niet echt heel gewelddadig, want moorddadig of zo, hè. Want je ziet niet echt bloed. Het is alleen een beetje rood iets, zeg maar. Verder niks. Wat is die reclame? Zeg, je hebt er toch helemaal niks aan. Ik ga even kijken hoe dit spel werkt. Ik heb het nog nooit echt gespeeld. En het is ook de eerste keer dat ik het speel, dus ik kijk wel wat ik ermee doe. Er stond ooit eens een keertje van ergens van. Hier ergens, als ik heb het. Dat is bij ieder spel wel. Ik denk dat ik dit dan doe. Start nu campagne. Nee. Oh, die kan ik niet. Oké, dan pak ik deze wel. Nee, ik wil de bruine hebben, die vet. Nu ga ik beginnen. Boog. Ja. Speer. Ik heb 500. Dus ik doe gelijk. Speer. Training. Speertraining. Speertraining. Oké. Nou is die dus 1 punt omhoog gegaan. Oké, dan heb ik het meeste eigenlijk wel. Als ik wit had gekozen, dan had ik bijna helemaal niks. Deze vind ik ook heel sterk. Dus daar ga ik het laatste tegen.
Deze haal je nog met dit ene dingetje. Daar haal ik nog mee. Dus ik begin deze aan te vallen. Ja, best. Oké, ik pak dus die, dan pak ik mijn boog. Waarschijnlijk wel veel sterker. Daar pak ik dezelfde voor. Het is een heel zwakke aanval en zo, maar uiteindelijk zie je wel waarom ik het heb gedaan. Hier doe ik een paar bogen, dat is net zo sterk eigenlijk. Kijk, een aantal bogen, dat is net zo, heel sterk eigenlijk. Dus ik kijk wel hoe het afloopt. Als het nou goed afloopt, dan ben ik wel blij natuurlijk. Dat snap je ook wel. Maar kijk, daar krijg ik nou een heel legertje. Nou moet ik hier even weer beginnen met aanvallen. Ik kan doe gewoon een paar zwaardmannen. Die zijn veel sterker dan je denkt, maar ja. Hakbijlen zijn veel sterker dan een zwaardman, maar ik heb nog geen hakbijl zoals je kan zien. Dus ik ga nou weer hier verder. Oh shit, het is niet goed, het is niet goed, het is niet goed, het is niet goed. Schiet, ik pak deze wel even en die houden zeg maar tegen. Zo, die moet ik eigenlijk overal neerzetten. Die zijn best sterk als je zo een paar van hebt. Kijk, ze kunnen bijna tegen één hakbijlmannetje op. Kunnen ze zelfs. Maar dan hebben we maar een speer. Ga je niet heel snel dood van. Oh shit, dan moet ik daar weer helpen. Het is niet goed. Het is niet goed. We hebben weer een paar. Oh, we hebben daar echt een heel zwak stuk, weet je. Hun slaan mij bijna dood. Kom ik aan met mijn. Oeh, ik kan hem zo meer. Heb ik mijn leger. Ah shit, ik had die moeten doen. Oh, dan gaan hun natuurlijk overal aanvallen. Nou, oh, eens kijken hoe ver ik al boven sta, want. Oh kijk, ik hoef nog maar een paar man binnen en ik heb dat koninkrijk vernietigd. Ik zet mijn poppetjes waar hij andere poppetjes neerzet, zodat dat stuk dan steviger wordt, sterker. Die daar iets zetten. Ik denk dat hij wel door de speermannetje heen komt, toch? Of niet? Nee, net niet. Oh, toch wel. Nou ja, niet. Doorheen mag. Verder. Is dit best een leuk spel en alles, hè? Ik ga kijken of ik deze oorlog kan winnen. De video is nu al 7 minuten. Ik heb mijn langste video die ik heb gemaakt met mijn beste vriend Wouter. Is dan wel van 18 minuten. Maar dit vind ik ook best lang. Dus ik pak nou een paar bogen. Hier ook een. Want daar zit jij op neer. Dat is even sterk. Maar die voor mij is steviger. Sterker bedoel ik. Zit hij daar nog in? Wat een kut man. Oeh. Dit is een ander verhaal. Van, ik kan het ook. Hupsi. Dat is een sterk ongeveer, hè. Alhoewel, kan ik hier nog een paar beste poppetjes in zetten. Nee, toch in dat ik hem wel even ingedrukt. Dat is een sterk. Daar zit ik wel in de minderheid. En dat vind ik juist net irritant, dan ben je met één ding bezig. En dan ga je ineens letten op de andere en dan zie je dat er bijna iemand binnenkomt. Dat vind ik niet leuk, dus dan ga ik gelijk maatregelen mee nemen. Maar je moet nooit op één stuk geconcentreerd zijn, dat is echt heel dom. Oh, ze wacht op het winnen van een speerman dood. Je ziet dat er meer van hen dood zijn dan van mij, maar dit komt er. Hij, zie je hoe klein legertje hij heeft nou, hè? En hoe groot leger ik heb, zwaardman. Nou, ik denk dat ik deze oorlog wel win met gemak nou onderhand. Dus kijk, alles wat er nou binnenkomt, dat is wel heel makkelijk voor mij dan. Kijk, die zoek ik dit. Oh, zo simpel zo. Overal waar ik kom staan nou boogmannetjes met zakbellen. Kijk, die staat gewoon heel leven voor zijn deur. Dus hij weet het nooit. Ja,
Je ziet, mijn achterste leger gaat nou tegen één poppetje. Dat is eigenlijk best triest. Triest, oké, nou geven ze zich over. Dus ik heb nou 9454. Even kijken hoe deze is. 900. Dat is een magische man. Oeh, deze had ik ook wel kunnen pakken dan. Dat is heel sterk zo te zien. Dit is 1000, deze is 900, kan ik ook al niet meer. Dus 400, ja, die doe ik ook maar, die is heel snel. Ja, daarmee speel ik het nou. Nog één level dan. Eens kijken of ik die dan met gemak. Oh nee, natuurlijk niet. Ik vind het niet gek dat ik deze niet meer gemak kan halen hoor. Hij heeft een paard. Oh, die zet hij ook nog eens in ook. Shit. Nou, wel bij de goede kant tenminste. Even een hardbel pakken, dat is het. Hij zet ook zijn hardbel in op bepaalde plekken. Oké, de speerman is gewoon door een andere speer heen gegaan. Dus dat is heel goed. Ja, zoals je kan zien komt hij er echt nooit door daar. Dit is een hele zachte oorlog, want dan zet hij alleen maar daar. Hè? Omdat hij dan denkt van, oh, als hij zo door blijft gaan... Dan komt hij er nog door en dan heeft hij ineens helemaal rijk. Maar ik denk dat als ik wel zo door blijf gaan, hier is de speerman dood. Het is wel heel veel tegen één, dus dat vind ik wel zielig voor hem. Maar hij maakt ook van mij dood, dus dan maakt het dan niet meer uit. Hè. Er is pas één iemand bij mij van hem. Van mij bij hem binnengekomen, dus het schiet niet aardig, het schiet echt niet op. Hij heeft twee poppetjes en ik gebruik er maar één van. En plus paard is hij eigenlijk heel veel beter. Maar ik ga zo meteen kijken of ik ook een monster kan krijgen. Die is net zo goed als het paard eigenlijk wel. Maar ik heb hier ook wel eens een paard van prooien kunnen hebben. Maar dan heb je de meer upgrades nodig dan die er zijn. En dan heb je ook alles geüpgrade. Komt er ineens een heel groot paard. En die wordt dan helemaal... geduwd door zeg maar van andere soldaten van mij met hakbijlen of zo, hè. Of niet echt een heel groot wapen of heel klein wapen natuurlijk. En zonder schild dan, dat is dan wel het handigste. Maar nu komen er weer, nu zijn mijn poppetjes wel heel dichtbij en ik heb nog steeds gewoon spatje ingedrukt. Ik hoef helemaal niks te doen of zo. Ja, ik hoef nou niks meer te doen. Oh, heel handig. Ja, die wint hij nooit, joh. Die kan hij wel opgeven. Maar sommige mensen die kunnen dus ineens heel veel aanvallen doen. Oh, nee. Die is wel sterk. Die ga ik zo meteen proberen. Ik denk dat ik nou al genoeg euro's heb of zo. Of dollars, ik weet niet hoe het daar werkt. Maar ik denk dat ik onderhand wel genoeg krijg. Die magier te pakken. Nog een paar man. Ja, nog drie of vier man. Zo, hè. Lekker tegen mijn hakbel aan. Ja, die gaat hij echt verliezen. Kijk, nog één man. Hartstikke leuk. Oh, ik dacht dat het er één was. Ze zaten zo dicht naast elkaar. Ja, victory. Ja, ik heb 499, dat is helemaal niks. Hier heb ik niks aan. Ja, ik ga deze video stoppen. Dus abonneer me. Druk op likes en laat een reactie achter. Positief alsjeblieft.